In Eindhoven zijn ze al zover. Daar staan de eerste 3D-geprinte huizen. De TU Eindhoven is al zo ver in de ontwikkeling dat ze dus met 3D-technieken al een heel huis kunnen ontwerpen. Lijkt me hartstikke leuk. Hierachter zijn vierkante huizen, maar alle vormen zijn mogelijk. Zou u in zo'n huis willen wonen? En heeft u speciale eisen? Waaraan moet het voldoen? We gaan het u vragen op de markt in Schagen. Zou je in een 3D-huis, geprint 3D-huis willen wonen? Absoluut niet. Nee, ik ga echt niet in een 3D-huis wonen. Maar ik vind het idee heel leuk. Beetje Lego-gevoel. Waarom zou je het niet willen? Ik ben erg ouderwets. Laat mij maar lekker in een gewoon huis van steen. Ja. Nou, ik denk het niet. Ik weet het eigenlijk niet eens. Dus, ik weet niet eens hoe het eruit ziet nog. Het is geprint het huis, dus het is alleen op papier, dus daar kan ik toch niet in wonen. Als het stevig genoeg is, ja hoor. Nou, daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Ik denk de meeste mensen niet. Ik heb er wel een berichtje van gisteren volgens mij in de krant gezien. En ik heb er wel eens wat over horen gonzen. En ja, je hoort natuurlijk op zoveel vlakken dat, ja, 3D, ik bedoel, ja, we kunnen nu alles veel simpeler namaken. Dus het zal vast wel een keer op het pad komen, denk ik. En ja, wat dat betreft denk ik dat het allemaal nog wel in de kinderschoenen staat. Maar overal is een begin. Dat zou ik eigenlijk nog niet echt weten. Maar ja, als het een leuk huis is. Ik heb ze gisteren op de televisie gezien. Nou, ik zou ze eerst wel eens graag in het echt willen zien. Ja. Moeten we even naar Eindhoven? Moeten we naar Eindhoven, ja. Ja, daar komen ze. Zou u het leuk vinden om in zo'n huis te wonen? Ik weet niet of dat op mijn leeftijd nog prettig is. Als ik het zo zag zoals ze daar uitzagen. Nee. Waarom niet? Ja, ik weet nog niet of dat het nou zou worden. Nee, ik denk eerder dat ik op zoek ben naar een appartement. En nou ja, dan moeten we eerst maar eens aan die huizen. En dan wil ik ze wel zien. Ik denk dat dat bij mij veel, dat ik dat beeld niet goed kan volgen. En als ik het dan gezien heb en men is er tevreden over, dan zou ik er misschien best willen volgen. Dat kan toch niet? Inderdaad, zo groot? Nou, dat geloof ik niet. Nee. Echt waar? Nee, ik geloof het niet. Ik zag hem afschuwelijk. Twee van die ronde bolletjes op elkaar. Het is geen gezicht. Ik zou het nog niet weten. Wat is het eigenlijk, een 3D-huis? Ze maken met een 3D-printer, kunnen ze een heel huis maken. Zou u dat willen? Nou, het lijkt me wel eng. Maar ik zou het proberen, ja. Het interieur of gewoon het complete huis? Het complete huis. God, wat een vraag. Denk het niet, maar... Nee, ja, ik weet niet. Je moet het toch met eigen ogen zien, toch? Absoluut, want het is toch van polyester. Dat is de enige manier waar ze wat mee kunnen maken. Een 3D geprint huis. Nee, geef maar een echt huis. Nee, ik heb toch meer vertrouwen in een gemetseld huis. Ja, want alle vormen zijn namelijk mogelijk. Hè? U kunt helemaal zelf bepalen hoe het eruit komt te zien. Zou uw huis aan speciale vormen kunnen voldoen? Wat zou u leuk vinden? Nou, het lastige van mij is dat ik niet zo goed beeldend kan denken voordat ik het zie. Dus ik heb één keer een huis hebben we gebouwd en dat vond ik heel moeilijk. Dus ik zal nooit zomaar opnieuw kiezen voor iets wat ik niet zie. Ik wil het graag zien, maar dat zegt iets over mij. Ja, vierkant. Vrijstaand, als het kan. Nou ja. Nou nee, praktisch. Alleen maar praktisch. Gewoon praktisch huis. Dus speciale vormen, dat is niet aan de orde voor mij. Dus dat hangt er vanaf. Het moet gewoon lekker zitten. Nou, dan zou ik het niet in de hoogte willen, maar nou, echt op de grond, vlak. Ja, alle etages op één verdieping. Of op de begane grond, ja. Niet ruim. Gewoon een ruim huis. Liefst nou een bungalow. We hebben nou een groot huis, dus... Nee. Ik vind het heel moeilijk. Nee. Nou, een heerlijk huis. Met een lekkere tuin en een zwembad erin met dit weer. Ja, maar het moet wel praktisch wezen, evengoed. Wel praktisch. Ik heb wel heel veel fantasie, uiteraard. Deel eens met ons. Nee. Dat wil ik dan inderdaad wel. Ben je bang dat we je na gaan doen? Ja, uiteraard. En wie weet wordt het een succes. Ja, het is het gevoel. Ik ga echt niet in een 3D-huis wonen. Nee.
Ka-ba-ba.